Sinds 1 januari mogen Amsterdammers via websites als Airbnb hun huis jaarlijks geen 60 maar nog maar 30 dagen verhuren. De gemeente wil zo bedrijfsmatige verhuur van woonhuizen en overlast door toeristen verminderen. We zien dat het uh, aantal vakantieverhuurverhuringen in, Amsterdam van, uh, vakantieverhuur, in uh, uh, vier jaar tijd verdrievoudigd is. Nou, om daar toch iets tegen te kunnen doen, hebben we gezegd: we moeten het aantal dagen toch echt uh, gaan terugschroeven. De gemeente had afspraken willen maken met Airbnb over handhaving van deze nieuwe limiet, maar dat is nog niet gelukt. Wie zijn huis nu op Airbnb wil zetten, krijgt wisselende berichten van de verhuurzaart. Zo blijkt uit een testje van AT5 van vanmiddag. Op één pagina is de nieuwe limiet te vinden. Maar op andere pagina's staan nog steeds de oude regels. Ook is het maximaal aantal nachten dat een woning verhuurd kan worden nog steeds begrensd op 60. Ja, je hebt er nog 60 beschikbaar. Nou, dat klopt dan toch mooi niet. Nou, die regel is uh, tien dagen geleden ingegaan, dus uh, die uh, handhaven we nu al. Airbnb is niet blij met de nieuwe limiet. Het treft gewone Amsterdammers en speelt hotelketens in de kaart, zei het bedrijf vorig jaar september nog. Wat het bedrijf niet zegt, is dat het ook veel eigen inkomsten scheelt. Airbnb verdient tot dik 20% van de prijs van een verhuurde nacht. Op de vraag waarom de site nog niet overal is aangepast, zegt Airbnb vandaag. Al onze hosts hebben een informatiemail ontvangen aangaande de nieuwe regelgeving in Amsterdam. Airbnb is momenteel met de gemeente Amsterdam en andere platforms in gesprek om duurzame vakantieverhuur verder vorm te geven. Maar waar die gesprekken ook toe leiden. Wethouder Evans gaat de limiet niet meer veranderen. Als je een hele woning vuurt, mag dat voor maximaal 30 dagen. En het zou goed zijn als alle verhuurders dat, uh, hun website daarop uh, op aanpassen.